eindelijk mogen de speelsters van PEC Zwolle weer het veld op. De laatste keer dat ze in de competitie hebben gespeeld was 31 januari. Toen kwamen ze in actie tegen Standard Luik en verloren ze met 5-0. De vorige keer dat beide teams tegen elkaar speelden was het een spannende wedstrijd die pas op het einde beslist werd. Toen werd het 1-3 in het voordeel van de Zwolse ploeg. En die maakte in de slotfase nog 2 doelpunten. Natuurlijk wil ADO Den Haag vrouwen daar vandaag iets moois tegenover zetten. Bij PEC Zwolle is er een basisplaats voor Anouk van Vilsteren. Dat is de eerste dit seizoen in competitiesverband. Bij ADO Den Haag vrouwen verder de vertrouwde 11 namen. Lange bal van Zwolle naar Janieke van der Pol. Van der Pol met het eerste schot van de wedstrijd. Goeie kans. Barbara Loosheid heeft klem vast. Smit. Dat is weer een harde knal, maar de bal gaat in de muur. Van Dalen kan daar nog bij. Ja, bal over de hoofd. Stel vol Barbara Loosheid. Lange bal richting Grimberg maar weer. Links kan Suzanne, daar gaat de bal ook naartoe. Wie is voor het doel? Veldrop meldt zich. Kogelman staat achter. Die verkijkt zich op die bal. Veldrop. Berestijn. En daar is het. Oh, de lat! Wat een knal zeg! Van Linette Berestijn. En dan de hoekschop voor ADO Den Haag vrouwen. Bok komt hoog voor. Oldhuis moet hebben. Oh, dat los. En daar is Vesna Veldrop met de 0-1. Brummel. Klein Braskamp. Is meestal wel van de lange bal. Klein Braskamp. Maar ja, wie kan die ontvangen? Zelf dribbelen is ook een optie. Oh, dit is mooi. Van Dalen. Van Dalen is het door. Die gaat hier de 1-1 maken. Nee. Wat een geweldige redding van Barbara Loosheid op die inzet van Yvette van Dalen. Die er toch helemaal door was. Zwolle zoekt de opening. Met Van Vilsteren. Brummel loopt, kan daar net niet bij, daar is Van der Pol nog. Nou, Van der Pol met een geplaatst schot. De bal is makkelijk voor Barbara Loosheid. Van der Veen dribbelt in. Veldrop, rechts alle ruimte. Heemskerk heeft dat gezien. Maar onmiddellijk zit er dan weer een speelster van Zwolle bovenop. Met die Schepers. Die de bal verliest aan Berestijn. En die kan natuurlijk dribbelen. Berestijn, Nijman probeert te achterhalen. Lukt niet meer. Berestijn is er door. Dan is het 2-0 voor ADO Den Haag vrouwen. Wat een goede actie zeg van Linette Berestijn. Razendsnel steekt ze door de verdediging van PEC Zwolle vrouwen. En dan is het 0-2. In de 44e minuut brengt ADO Den Haag de stand op. 0-2, doelpunt maakte met nummer 7, Linette Berestijn. Ja, dat is op slag voor rust natuurlijk een tik voor PEC Zwolle vrouwen. Sta je met 0-1 achter, heb je nog kans om gelijk te komen? Zoek je de aanval, wordt het 0-2. Lange bal naar Borg, maar Loosheid komt niet in de problemen. Oh, dit is een opvallende bal. Brummel onderschept nu. Van Dalen. Nee, het is Van der Pol natuurlijk. Rechts de ruimte. Goed gezien. Daar misschien de kans. Het wordt een schot ineens. Oh, daar heeft Loosheid moeite mee. En het wordt een hoekschop. Zo reageert de thuisclub nu wel bijna. Na een doelpunt van ADO Den Haag. En dan daar misschien het schot van Brummel. Weggewerkt. En dan is het voorbij. Klein Baskamp met de lange bal. Heemskerk kan laten lopen. Sylvia Nooy ook. Nooy die nu de bal krijgt is bij rust ingekomen voor Paola van der Veen. Die andere van der Veen heeft nu de bal. Suzanne. Terug naar Van der Veen. Kogelman. Nijman. Met de lange bal. Borg. Borg sterk. Van der Pol is mee. Borg heeft het gezien. Van der Pol is ook snel. Van der Pol is het door. Wordt dit dan de 2-1 van der Pol? Nee. Goeie redding zeg van Barbara Loosheid. Van der Veen. Steekballetje op Grimberg.
Geen werk in de hoek. Toch nog een voorzet. Die bal is lang onderweg. Maar daar staat iemand nog helemaal vrij. Oh, misverstandje. En daar is het 3 tegen 0. Ja. Kitty Suzanne profiteert van de enorme blunder in de verdediging van PEC Zwolle vrouwen. En dan is het 0 tegen 3. En dan is de wedstrijd gespeeld. Tenminste, daar lijkt het nu wel ontzettend veel op. Beerenstein gaat gooien. Suzanne legt terug op de snelle aanvalster. Die maakt een actie. Oh, dit is knap van Kitty Suzanne. Die staat er daar vrij. Grimberg, jawel! Het is 0 tegen 4. ADO Den Haag vrouwen zet er nog maar een doelpunt bij op het scorebord. Dan wordt het voor PEC Zwolle vrouwen tijd om eens te kijken wie er nog op de bank zitten. Marianne van Brummelen zou er bijvoorbeeld nog in kunnen komen. Dat is de clubtopscorer. Alleen die heeft deze week niet volledig getraind. Ze gaat zich zo te zien wel klaarmaken voor een invalbeurt. En misschien kan zij nog wat doen aan die voor de thuisclub vervelende stand voor 0 tegen 4. Veldrop heeft er zin in. Gaat nog altijd zelf. Heemskerk. Van Dalen gaat jagen. Heemskerk kan toch een goede bal geven op Audians. Want dit is een uitstekende bal zelfs. Audians wordt het 0 tegen 5. Bal breed. Suzanne, nee. Goeie ingreep, maar het kan alsnog. Suzanne, nee. Goeie redding van Natja Oldhuis die de bal nu dus wel heeft en voorkomt dat het 0 tegen 5 wordt. Oldhuis met de doeltrap. Terug naar de keeper. Zoeken wie er vrij staat. Oh, dat is een goede overname. ADO Den Haag wordt het dan 5 tegen 0. Suzanne, jawel. Nijman, inworp voor ADO Den Haag. Ja, en als Zwolle zijn, dan moet ze er zo langzamerhand toch een beetje moedeloos van gaan worden. De intentie is er wel. Met Van der Pol en met Van Dalen kreeg de thuisclub toch ook wel wat aardige kansjes. Maar ja, als je zelf niet scoort en de tegenstander wel, schiet je er natuurlijk helemaal niks mee op. En we moeten nog een half uur. Daar de wissel aan de kant van ADO Den Haag vrouwen. Naar de kant gaat Linette Beerenstein. En haar vervanger is de topscorer van ADO Den Haag vrouwen, Renate Jansen. Steekbal richting Renate Jansen. Deze keer is het geen buitenspel. Jansen, gaat hij dat zelf doen? Jansen, stiekem gedaan. Maar ook de goede ingreep van de keepster Natja Oldhuis van PEC Zwolle. En daar is dan weer niemand van Zwolle om de bal in ontvangst te nemen. Van de Veen, gehaakt, niks aan de hand. En ADO heeft de bal nog steeds. Daar gaat Michelle Vrieling. 3 tegen 2 als het snel is. Vrieling houdt ze over zich. Ja, Renate Jansen. En het is raak. En dan heeft Renate Jansen dus ook de doelpuntje meegepikt. Buitenspel, zegt de grensrechter. En dat is dan weer jammer voor Zwolle dat hard werkt. En alleen op basis van de inzet al een doelpunt verdient. Nooi. Veld erop. Voorzet richting Suzanne. Ingreep is goed. Borg. Maar ADO zit er ongekend fel bovenop. Neergehaald dan daar de vrije trap op een hele gevaarlijke plek. Grimberg zou kunnen. Audians heeft ook een kanonskogel in de benen. Renate Jansen is ook niet vies van de vrije trap. Maar die heeft natuurlijk al gescoord, net als Grimberg. Toch gaan Grimberg en Jansen overleggen wie het gaat doen. Ze zouden het allebei ineens kunnen. Zo te zien wordt het Grimberg die de trekker over mag gaan halen. Lisanne Grimberg. Voor misschien wel de 0 tegen 7. Grimberg, geplaatst en die zit erin. Knappe goal van Lisanne Grimberg. 0 tegen 7 voor ADO Den Haag tegen PEC Zwolle vrouwen. Goed ingeschoten en de keepster kan er niet meer bij. Aan de zijkant van het veld roept ADO Den Haag al om 8 doelpunten. Dat getal dat al eerder op het bord verscheen. Het kan natuurlijk nog steeds, want er zijn nog een paar minuten te spelen. Ingooi is voor ADO Den Haag. Als de klok doortikt. Het is bijna tijd.
De 0 tegen 8 staat niet op het bord, maar de gasten zullen met 0 tegen 7 ook tevreden zijn. Sterker nog, ze zullen er tevreden mee moeten zijn, want het is afgelopen. Eindstand van de wedstrijd, Pek Zwolle ADO Den Haag, 0-7. 0 tegen 7 dus voor ADO Den Haag vrouwen. Dat zijn natuurlijk pijnlijke cijfers voor de thuisclub en daar kun je dan alleen maar van balen. Ja, ik denk dat we de eerste helft best organisatorisch goed hadden staan, maar het ontbrak ons gewoon een scherpte. En dan merk je gewoon dat we een paar tegengoals krijgen. Nou ja, goed, als je dan nog een met 3 tegen hebt, is het gevoel ook wel een beetje weg dat je van wedstrijd nog naar een goed resultaat gaat brengen. De 0-3, was het de nekslag? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het een moment was waarop wij eigenlijk nog met goede bedoelingen gewoon op zoek gingen naar die 2-1. En dan krijgen we eigenlijk gewoon de deksel op onze neus gelijk... 3-0 tegen. En dan is denk ik wel een beetje gebeurd. Er staat iemand in de aanval bij ADO. Die maakt wel 2 heel makkelijke doelpunten. Weet je wie het is? Lijan. Ja, was het. Oh. Ja, ze kwamen precies goed. Dus hoefden ze daar alleen nog in te tikken. In hoeverre past dat bij het beeld van de wedstrijd in de tweede helft? Ik denk dat wij onze doelpunten goed uit hebben gevoetbald. Ze waren mooi doordat we goed gevoetbald hebben, maar heel mooi ingeschoten waren ze allemaal niet. Maar ja, wat ik zeg, ik denk dat we het allemaal goed uit hebben gevoetbald en geduld hebben gehouden. Waardoor het gewoon zo makkelijk liep. Iemand was vandaag weer razendsnel. Ja, dat klopt. Ja. Ja, wat zou ik daarop moeten antwoorden? Ja. Gewoon waar ik goed in ben en snelheid zit in me, ja. Ja. Wat deed je precies bij jouw doelpunt? Ik zag de ruimte achterin, dus ik dacht, ik ga een solo maken en zie wel waar het eindigt en het pakt goed uit. Dus. Het is al een keer 0 tegen 8 geworden voor jullie tegen Zwolle, nu net niet. Wat zeg je dat? Maakt het nog uit? Nee, 0-7, dat is toch ook een mooie score. 0-8 is natuurlijk wat mooier, maar dat is het probleem niet. We hebben de 3 punten en dat is het belangrijkste.